Wij komen aan in DoorDash. Een level waarin eigenlijk ook van alles kan gebeuren, omdat je nooit weet welke van de deuren de goede deur is. Dus wat je eigenlijk wil doen, is proberen om zoveel mogelijk een beetje in de tweede lijn te lopen. Laat de andere mensen maar lekker klooien met de deuren, zodat jij rustig kan kijken waar je heen moet. Ja, in het begin maakt het nog niet zo heel veel uit. Dan zijn er weinig foute deuren. Dus voor het beeld pak ik even een foute deur. Kijk, we zien deze mensen openen een deur. Wij volgen. Kijk goed wat de rest doet. Dit is allemaal fout. Proberen we de andere. Huppakee. Loop in één keer vooraan. Terwijl je net nog in de achterste lijn liep. Nou, proberen. In één keer goed. Dit is ook gewoon dom geluk, hè. Dit is dan weer fout. Volgen de volgende man. Nou, laat hem maar weer wat proberen. Wij volgen. Wij volgen. De laatste deur is hier. Wat gaan ze proberen? Hier gaan we heen. Hier is dan soms een hamer, maar niet altijd. En hier blijven we lekker bunnyhoppen. Om zo als eerste over de finish te gaan. Want als je blijft bunnyhoppen, ga je toch iets sneller dan de rest. En dat is de bedoeling. Dus hopelijk hebben jullie weer wat aan deze tips. En dan zien we jullie graag in de volgende. Joejoe!